Goedemorgen. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar ook valt er af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden. Punt Noord-Korea vuurt opnieuw raket af richting Japan. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. Het projectiel werd afgeschoten vanaf de internationale luchthaven van Pyongyang en vloog richting Japan, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens de Japanse regering vloog de raket over het land heen en kwam het projectiel in zee terecht. Japan veroordeelt de lancering ten zeerste. Later vandaag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen om te praten over de kwestie. Grootste stijging van de koopkracht in 9 jaar. De koopkracht zit voor het derde jaar op rij in de lift, zegt het CBS. In 2016 steeg die met 2,7%, de grootste stijging in 9 jaar. Vooral werkenden in loondienst gingen erop vooruit. Bij die groep ging de koopkracht omhoog met bijna 5%, de grootste stijging in 15 jaar. Gepensioneerden profiteerden het minst van alle leeftijdsgroepen. Jeff Sessions af. De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions wilde opstappen na woordenwisseling met president Trump. Amerikaanse media melden op basis van bronnen in het Witte Huis dat hij Trump een ontslagbrief had gestuurd, maar dat Trump weigerde het ontslag te verlenen. Bijna een kwart van de mensen die hun hele leven zwaar blijven roken, haalt de 65 jaar niet. Zware rokers zijn mensen die meer dan 20 sigaretten per dag roken. Het CBS en het Trimbos Instituut hebben 5 jaar lang de gezondheidsgegevens van zo'n 40.000 mensen onderzocht. Volgens onderzoekers loont stoppen op elke leeftijd. Wie voor zijn 35ste stopt, heeft dezelfde levensverwachting als niet-rokers. Alexander Gauland af. Als Frankrijk trots mag zijn op Napoleon, en de Britten op Churchill, dan hebben Duitsers het recht om trots te zijn op de Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft lijsttrekker Alexander Gauland van de rechtspopulistische partij Alternatieve für Deutschland gezegd, AfD. Hij wijst erop dat de Duitsers van nu het nazi-verleden niet verweten kan worden. Gauland vertegenwoordigt het conservatieve deel van de partij. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens opruiing. Vitesse krijgt lesje effectiviteit van Lazio. Na 15 jaar afwezigheid heeft Vitesse bij zijn rentree in Europa een lesje in effectiviteit gekregen van SS Lazio. Nadat Vitesse bij 2-1 enkele grote kansen had gemist, had Italiaanse huidige nummer 4 en verliezend bekerfinalist van vorig jaar aan enkele snelle aanvallen genoeg om met 3-2 te winnen. Punt verder vandaag. In Hilversum heeft minister Plasterk de landelijke actiedag geopend voor de orkaanslachtoffers op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Doel van de actiedag is om geld in te zamelen voor de wederopbouw en hulp aan de slachtoffers op de eilanden. De uitzending komt vanuit Beeld en Geluid in Hilversum en is ook te volgen op Radio 2.amp. Op Schiphol leggen stewards en stewardessen van KLM voorafgaand aan hun vlucht in het werkenuur neer vanwege onvrede over het eindboot voor een nieuwe cao. Ook bij Defensie zijn ze ontevreden over de cao. Militairen en burgerdefensiemedewerkers verzamelen zich in Den Haag voor een belegering van de ingangen van het ministerie van Defensie. Fijne dag.